Nou, nu heb ik een primeur. Ik lees hier dus dat Maxime Verhagen een winkel gaat openen. Nou is de bouw innovatief, maar dit vind ik wel heel vooruitstrevend. Dit ga ik eens eventjes haar fijn uitzoeken. Op naar Zoetermeer. De winkel van Maxime Verhagen. Klinkt wel goed eigenlijk. Eens even kijken hoor, ik ben benieuwd naar die winkel. Ja hoor, daar staat hij. Goedemorgen. Goedemorgen. Je gaat echt een winkel beginnen? Ja, zeker. Ik ga een webwinkel beginnen. Een innovatieshop, een bouwinnovatieshop. En dat is eigenlijk een webwinkel voor innovaties in de bouw. Hè. Dus iedereen die een slim idee heeft, een start-up of een student of een bouwonderneming, die kan hier eigenlijk zijn innovaties gratis in die shop presenteren. Dus het is een online webshop? Het is een online webshop. Het voordeel van deze innovatieshop is dat je niet alleen kunt zien wat je koopt, maar degene die het aanbiedt, die hoeft ook nog niet eens het product te bezorgen, want je pakt het zo uit het schap. Maar hoe werkt het dan precies? Wat je eigenlijk hebt, is je laat zien wat we aan innovaties hebben in de bouw. En er zijn heel veel innovaties, er zijn mensen met prachtige ideeën. Nou, en wat we willen doen is eigenlijk je een platform maakt, een gratis toegankelijk platform, waar iedereen die een goed idee heeft of een innovatie heeft, het op de webshop kan zetten. Dus als je bijvoorbeeld een pilot wil, hè, om dat goede idee eens een keer in de praktijk te brengen, of je zoekt een co-financier, of je bent op zoek naar een idee om juist jouw probleem op te lossen, dan kun je dat hier vinden. Dus je hoeft ook niet meer een eigen R&D-afdeling te hebben. En dat is natuurlijk wel heel handig, want het maakt het alle innovaties toegankelijk voor de hele sector. Dus het is eigenlijk een datingwebsite, een marktplaats en een kickstart in één. Ja, wat je eigenlijk kunt doen hier is tal van ideeën die er zijn, die kun je vinden. Maar als je dus op zoek bent naar een partner, via de datingsite, als je je product wil verkopen via de marktplaats, als je een platform wil hebben van jongens, wat is er eigenlijk, kun je dat hier allemaal vinden. Dus we hebben hier zo'n 50 innovaties al in deze webshop zitten. Heb je een paar voorbeelden? Ja, we hebben wel wat voorbeelden. Kijk, dit is een meneer die heeft al jarenlang het idee om vierkante gaten te boren. Nou, hier heeft het helemaal uitgewerkt. Ja. En dat maakt het veel makkelijker om palen neer te zetten. Je moet het maar verzinnen, hè. Nou, als je dan op zoek bent als aannemer van hey, hoe moet dat, kun je dat misschien samen met hem eens verder in de praktijk gaan brengen. Maar als je investeerder bent, dan zou je daar ook in kunnen investeren. Als jij denkt van dit is eigenlijk een goed idee, dan kun je dus die man benaderen. En dan zeggen we, zullen we hier eens een pilot van gaan maken, dan investeren we hier samen in, gaan we kijken of het in de praktijk ook eigenlijk goed werkt. Ja. Ja, ander voorbeeld. We hebben het nu allemaal te maken met stikstof. Hè. Dit is een oppervlaktebehandeling waardoor op de weg een laag komt die de lucht zuivert, dus juist de stikstof absorbeert. En dan kun je toch weer een weg aanleggen. Ja. Als dit echt werkt, dan is dat dé oplossing voor de stikstofuitstoot die het verkeer nu heeft, want het wordt gewoon meteen gezuiverd. Heb ik toch één vraag. Wanneer gaat de winkel open? Nou, pak een mandje, de bouwmaakt het slim.nl. En dan kun je mooi de innovaties gaan shoppen. En we gaan hem nu openen. Het voordeel van deze bouwinnovatieshop, 24 uur per dag open. Dat is het leuke van digitaal. Je kunt altijd terecht. En bij deze is die geopend. Mooi.